jullie iets met voetbal? Ja, zeker. Ik voetbal zelf. Okay, welke positie? Spits, linksbuiten. Zweedse voetballers? Prima hoor. Nou, ja, ziet ze er goed uit? Ik heb wel wat FC Groningen, want mijn vrienden hebben allemaal seizoenkaart. Dus allemaal harde kern. Dus ik, ja. Okay, dus jij zit twee wekelijks in Ureborg? Nou, ik zelf niet, maar ik hoor het altijd wel. Ik altijd helemaal de verslagen na de wedstrijd, die krijg ik altijd. Ja, dat is leuk. Frederik, wat een heerlijk geluid, hè? Ja, fantastisch. Dit geluid hoor ik graag elke dag. Ja, Formule 3, bijna Formule 1. Dat gaat wel ontzettend hard. Ja, je moet wel even opletten soms, maar ik vind dit geweldig, moet ik zeggen. Ja, want als je hier zo staat, hoe kijk je hiernaar? Met spannende ogen. En ik vind dit gewoon geweldig. Het is een A1 Grand Prix auto. A1 Grand Prix, dat staat voor een landenkampioenschap. He, dus wij hebben gewoon, wat is het, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal, Amerika, nou noem maar op. De hele klasse is allemaal dezelfde auto's. En we hebben de afgelopen seizoen met Jeroen Blekemolen en met Robert Doornbos afgewisseld. Ging erg leuk. Het zag er tot één race voor het einde naar uit dat we nog een kans hadden op het kampioenschap, maar we zijn vierde geworden. Is er ook een Zweeds team? Nog niet, nee. Nee. Ja, misschien iets voor jou, Frederik? Ja, maar we hebben wel een coureur in Amerika, Kenny Breck. Ja, Kenny ken ik heel goed. Ja, die heb ik twee weken geleden nog gesproken. Dus die doet ook veel jong talent. Ik heb tegen Kenny nog gereden ook. Maar ik heb ook de oudere garde. Ik heb heel veel goede vrienden in Zweden. Hij begon vroeger met Slim Borgut. Hij was de studiodrummer voor ABBA. En raced ook Formule 1. En Stefan Johansen natuurlijk. Ook een hele goede vriend. Heb ik samen Le Mans mee gedaan. Eje Elk. Dat zijn weer de oudere garde. Maar, hij is nu sportcommentator. Ja. En want net zoals jij nu in Groningen zit. Dat is voor jou weer een ervaring. En misschien wordt het nog een keer Barcelona of Milaan. Of God weet waar. Wij hebben dat ook. Wij hebben zeg maar een paar jaar in Japan gezeten. En dan als de westerlingen ben je allemaal samen. Dus heel veel met Zweedse rijders opgetrokken. Dat is heel leuk. Hier kun je allerlei dingen instellen met je motormanagement. Want als het bijvoorbeeld in het begin van de race heel warm is, maar het wordt in één keer heel koud en het gaat regenen, dan kun je andere programma's instellen. Dit is voor de versnellingsbak, dat als je verkeerd zit en je spint. Je spint zeg maar in zijn zesde versnelling. En dan spin je, doe je reset, staat hij weer neutraal. Dat is net de PlayStation. Ja, tuurlijk. Mijn kont is te groot. Oké. Sorry. Oh,